Iedereen komt graag overeen met zijn buur. Daarom stimuleert de stad Genk haar inwoners met de campagne Buren voor Buren. Doel: een warme en sociale samenleving. De inwoners van de Rozenstraat in Waterschij slagen daar alvast aardig in. Ik ben nu de gras aan het afrijden van de buren. Die zijn op het moment in Portugal. Als die terugkomen, dan is dat echt proper. En dan gaan die mensen content zijn. En wij ook hebben de straat alweer zuiver, hoe dat moet. We doen hier alles eigenlijk samen. Eén is goed in sanitaire dingen, of één met poorten, één doet de tuinen. Ja, ik kan dakwerken, dus doe ik dat. Hulp hebben ze ook af en toe nodig. Hè. We zijn eigenlijk maar met 9 huizen, denk ik, in deze straat. En 7 nationaliteiten. Dat is veel, hè? Op zo'n klein straatje. Ja. Dat zijn oudere mensen. En die zijn tegen de 78 jaar. En die man heeft dus geen rijbewijs en geen remorque. Dus doen wij dat voor die mensen. Eventjes naar de containerpark rijden. Half uur werk en dan is het gedaan. Hè. De mannen zijn aan het werken bij ons op straat. En ze zullen honger hebben net tegen de middag. En wij komen dus vlees halen voor een barbecue. Ik zou graag 2 kilo kippenfilet hebben. Ja. Met Buren voor Buren zet de stad succesprojecten als dat van de Rozenstraat in de kijker. Aan de ene kant willen we onder de aandacht brengen dat er toch in heel veel wijken, in heel veel straten, heel veel leuke dingen gebeuren waar buren andere dingen doen voor andere buren. Het tweede doel is ook om andere mensen een stukje aan te zetten tot... Om zelf initiatief te nemen om in die wijk of in die buurt of in die straat leuke dingen te doen. Ja, dat maakt niet uit. Olijfolie is ook goed. Olijfolie. Hier langs wonen een ouder koppel. En s'morgens ga ik daar gewoon bij zitten of zo, wanneer zij ook buiten zijn. En wanneer zij iets nodig hebben, ga ik dat ook wel halen. Of ik ga wandelen met hen. En zo heeft iedereen zijn eigen dingen. Ja, en is goed op drinken en sfeer maken. Ja, en is onze muziek maken. Ik maak hier foto's en dat hebben ze graag. En dan zie je dat de mensen naar buiten komen en vrolijk zijn. Dat was vroeger ook zo. En tegenwoordig komt dat terug op. En dat is heel plezant. Er is ook veel meer muziek. En dat maakt de sfeer plezant. En dat is wat we als klein kind gewend waren. En dat is wat wij ook graag willen, dat de mensen terug naar buiten komen in plaats van op de computer of op de televisie binnen te zitten.